lekker eten bij burgerzaken. We waren net even foto's aan het maken. Tenminste, was de bedoeling, was zo'n korte duur. Man, mijn batterij was leeg. Check het altijd. Maar helaas moeten we nu weer terug. Dus nu ga ik gewoon even hier dichtbij foto's maken. En dan... Het is niet anders. Oh, ik realiseerde me dat ik helemaal niet heb laten zien wat ik heb gekocht bij G's, de outlet afgelopen zaterdag. Dit jurkje. Lemon dress en twee tapered legs jeans broeken, zwart en in blauw. Goed, hè? En een nieuwe de coole winterjas, want ze hadden een actie dat je nog eens 30% korting kreeg op jas en vest en zo. En deze is super leuk en uiteindelijk heb ik €42 voor betaald. Dus dat is niet duur voor zo'n lekker jasje. Okay, ik ben bij de kick-off van Stichting Benja. Benja, ze hebben jullie waarschijnlijk al eens in mijn vlog voorbij zien komen. Dat is een stichting die kinderen helpt in Oeganda. Met als speerpunt onderwijs, onderdak en voeding. En kennis van ons die hebben dat opgezet. En het is een ontzettend mooi project. En ook kleinschalig, dus je weet ook precies wat er gebeurt. Ze hebben er ook een mooie zicht op. En ik laat zo meteen heel even zien wat het betekent voor per euro, wat je daarvoor kan realiseren. Dat is wel heel erg leuk. Ik neem je even mee. Oké, ik laat heel even een dia zien waar de geldbesteding naartoe gaat. Dus de waarde van een gift. En ik vond het zelf heel erg sprekend. Want eigenlijk wil je altijd weten wat gebeurt er met mijn geld en hoe wordt dat omgezet. Nou, ik ga het even laten zien. Ik hoop dat ik een beetje mee kan kijken. Oh, best een lamp in mijn gezicht. Zoals je hier achter mij kan zien. Ik hoop dat het spiegelbeeld is. En dan zeg het wel even. Is eigenlijk bijvoorbeeld voor €5 krijg je 1 paar schoenen of 2 bedlakens of 2 voetballen. En dat is eigenlijk €5. Nou, nu ga ik eigenlijk al een stapje hoger. Ga ik even meekijken. Dat is hier zo. Voor €50, voor de schenking €50 gift, zeg maar, kan 1 kind schoolcontributie plus 4 maanden inclusief lunch of misschien 1,5 jaar schoolboeken. En dat is dus €50. Dus dat vind ik eigenlijk ook nog wel... Wel eigenlijk heel tastbaar. Van, kijk, het is misschien €50, maar ik kan me voorstellen, zeker 2 verdieners die dat best wel kunnen missen. En daar kun je echt best wel wat voor kopen. Dus ook wel betekenen voor zo'n kind. Nu kun je dat bij elke stichting zeggen, maar omdat Stichting Benja zo klein is en de mensen die hierachter zitten zijn er ook zelf geweest en die gaan er ook langs, is het ook gewoon veel persoonlijker, vind ik zelf. Nou, heel kort even. Loop ik even naar degene die initieert. En ik sta nu naast Linda. Hoi. En Linda Timmer. En die is een van de initiatiefnemers van Stichting Benja. En Linda, kun je mij vertellen wat Stichting Benja nou precies is? Ja, Stichting Benja waren opgericht voor straatjongeren in Oeganda. En we zien gewoon dat daar heel veel vraag naar is. Dus wat wij willen doen is dat wij in 3 pijlers willen aanbieden. Onderwijs, onderdak en... Jeetje, voeding. Ja, voeding. Ja, voeding. Ja, heel primair, inderdaad. Ja, die is ook belangrijk. Ja. Om ervoor te zorgen dat de kinderen weer kind kunnen zijn. En daarvoor hebben wij gewoon heel veel steun nodig. Dus vandaar dat wij deze stichting hebben opgericht. Ja, mooi. En zoals ik net al inderdaad heb verteld, is het heel persoonlijk, komt het ook heel dichtbij je. En je kan ook precies zien, wat ik net al een beetje heb geprobeerd te laten zien, is dat je met een paar euro, en dat is misschien een beetje onbedreven dat ik dat zeg, maar een paar euro, dat je best wel heel wat kan betekenen voor 1 kind. Ja, met een paar euro kunnen we wel wat, hoor. Ja. Alles is welkom. Nou, kijk. Stichting Benja, en dan moet ik zeggen benja-online.nl, maar die zal ik nog wel even in de vlog toevoegen. En ik zou zeggen, in ieder geval wees nieuwsgierig. Zo, en het is woensdag, het is 16 november, dat zeg ik goed, hè? Ik zit niet alleen, want er zitten de meiden, Ilse en Vera bij me. Ik kom even iets dichterbij zitten, dat is wel zo gezellig. En ze hebben hier even een interview met mij gedaan. En misschien kunnen jullie heel even kort uitleggen wat voor interview? Ja, we houden ons aan het werkstuk over bloggen en vloggen.
Ja, en we moeten een heel groot onderzoek doen. En we moesten iemand interviewen, een YouTuber. En we hebben gekozen voor Esmeralda. Ja, en nu moet ik zelf ook nog even soms wennen aan de term YouTuber. Ja. Omdat ik natuurlijk begon met bloggen, maar ook vloggen. En dat ik heel erg leuk vind ook om van deze meiden te horen. Ja, hoe de vlogwereld nou eigenlijk een beetje in elkaar steekt. En wat ik er vanzelf van leer. Dus ik hoor nu over heel veel nieuwe dingen die ik nog niet wist. Dus dat is superleuk. Ja, naast bloggen, vloggen. En wat is uiteindelijk het doel dat jullie met dit stuk interview gaan doen? Dat we echt het beroep goed beschrijven. En dat we ook laten zien waarom wij het hebben uitgekozen en waarom wij het leuk vinden. Dus ja, dat is zeg maar wat we willen bereiken. Nou, dan hebben die meiden dat goed gedaan. Want ik heb eigenlijk 100 uit kunnen vertellen. En nou, ik ben heel nieuwsgierig. Misschien mocht het kunnen en leuk, zou ik het heel erg leuk vinden om misschien wel even de eindpresentatie mee te kunnen krijgen. Ja, ik denk dat we dat wel best kunnen regelen. Nou, mocht dat kunnen, dan en anders dan doe ik wel een goed woordje bij de heer Doornhof en meneer Van der Pol. Of mevrouw Kroon. En dat komt helemaal goed. Het lijkt me ontzettend leuk om ook gewoon te zien wat de uitkomsten gaan zijn. En dat is voor mij ook heel leerzaam. Voor nu ga ik weer verder, want ik moet nog even een post zometeen afmaken. En dan, die meisjes zijn ook hartstikke druk, heb ik al gehoord.